De druk van het gas in een met gas gevulde gloeilamp bedraagt 16 hectopascal bij een temperatuur van 27 graden Celsius. Als de lamp op haar bedrijfstemperatuur is, is de druk in het gas 32 hectopascal. Wat is de bedrijfstemperatuur op dat ogenblik? Zoals altijd schrijven we even de gegevens uit van onze twee situaties. We weten hiertussen dat het volume constant is. De gloeilamp wordt immers niet groter of kleiner binnenin. We weten dat de druk in het begin gelijk is aan 16 hectopascal. We weten dat de druk op het einde gelijk is aan 32 hectopascal. Ik weet dat de temperatuur in het begin gelijk is aan 27 graden Celsius. En we zoeken onze temperatuur op het einde. De algemene formule P maal V op T is een constante, maar aangezien het volume een constante is, kunnen we dus het volume weglaten uit onze vergelijking en dan ziet ze er zo uit. P op T is een constante. Dat wordt hier als volgt. P1 op T1, dus van toestand 1, is gelijk aan P2 op T2. Ik zet eerst nog even mijn 27 graden Celsius om naar Kelvin. Dus 27 plus 273, dat wordt 300 Kelvin. We zoeken hier temperatuur 2. Dus we gaan even omvormen. Ik pas kruistabellen toe. Dat wil zeggen, binnen een breuk kan je deze twee vlotjes van plaats veranderen. Deze twee trouwens ook, maar dat gaan we hier nu niet doen. Ik doe dat dus om die temperatuur 2 naar boven te krijgen. Dat ziet er dan zo uit. Temperatuur 2 gedeeld door temperatuur 1 is gelijk aan druk 2 op druk 1. Je ziet die temperatuur 1 en die druk 2, die blijven hier dus gewoon staan. We zijn er nog niet. Ik wil hier nu van mijn temperatuur 1 van af. Aan deze kant is dat gedeeld door, dus aan de andere kant wordt dat maal. En dan ziet mijn vergelijking er zo uit. Temperatuur 2 is dan gelijk aan druk 2 op druk 1. Maal temperatuur 1. En je ziet hier weer, ik behoud het groepje van dezelfde grootheden, dus in dit geval drukken, zodat je ziet dat die eenheid hiervan gaat wegvallen. Ik schrijf ze even uit. 32 hectopascal gedeeld door 16 hectopascal maal 300 Kelvin. Normaal gezien is het niet mijn gewoonte van de eenheden tussendoor uit te schrijven, maar hier doe ik het wel om je te laten zien dat dus die hectopascal zal wegvallen en dat we hier dus gaan eindigen met een waarde in Kelvin. En als je dit uitrekent, dan bekom je 600 Kelvin. De antwoordzin is hier in dit geval de bedrijfstemperatuur. Dus de temperatuur als de gloeilamp werkt, dus in bedrijf is, wordt 600 Kelvin.